Goedenavond. Op 13 mei vieren wij in veel Nederlandse en Belgische bisdommen het feest van Sint Servaas. Wie was hij? Dat gaan wij zien aan de hand van deze twee boeken. De ene, Nederlands Heiligen van Kronenburg, een jezuïet 100 jaar geleden. En het andere, Met de Heiligen het jaar rond, een verzamelbundel van veel heiligen die erin beschreven worden, onder andere Servaasjes. Sint Servaas of Servaatius in het Latijn betekent de bewaarder van het geloof. Hij wordt rond het jaar 310 geboren in Armenië. En hij stamt volgens veel geleerde schrijvers uit een oud geslacht dat teruggaat tot familie van Onze Lieve Vrouw. Sint Servaas is geboren in Armenië. Dat is in Klein-Azië. In die tijd bestond bij de christenen de gewoonte om de plaatsen in het Heilig Land, het land waar Jezus geleefd heeft, te gaan bezoeken. Ook Servaatius gaat naar het Heilig Land als hij ongeveer 20 jaar oud is. Daar bezoekt hij de heilige plaatsen en de geestelijkheid van Jeruzalem wil hem de heilige wijdingen geven. Hij wordt priester gewijd en blijft een geruime tijd daar. Een oud handschrift zegt daarover: en onder alle priesters werd hij de waardigste bevonden om de bewaarder te worden van het graf van onze Heer. Hoe lang Servaas in Jeruzalem blijft, weten we niet precies, maar op een dag, als hij de mis opdraagt, verschijnt hem een engel van God en zegt hem dat hij naar de uiterste grenzen van het Romeinse Rijk moet gaan, om daar het evangelie te verkondigen. Servaatius aarzelt niet en gaat op weg. Deze engel van God begeleidt hem op zijn lange, lange weg. En tenslotte komt hij ook in de stad Tongeren. Tongeren was al een bisschopstad, de allereerste in onze landen. De apostel Petrus had namelijk in de eerste eeuw al drie leerlingen naar het noorden gezonden naar de uiterste grenzen van het Rijk. En Maternus, één daarvan, heeft in Tongeren een bisschopstad, een bisschopszetel, gemaakt. De heilige Maternus preekt in Tongeren, hij sticht er een kerk, en deze kerk wordt later vergroot en van stenen gemaakt. Dit is de oudste kerk ter ere van Onze Lieve Vrouw, ten noorden van de Alpen. Toen Servaas in Tongeren aankwam, had de vorige bisschop, de heilige Valentinus, zijn staf op het altaar van de kerk gelegd en de banvloek uitgesproken over diegene die dat die staf zou nemen. Dan enkel diegene die door het volk of door de hemel werd aangewezen als zijn opvolger. En toen is hij gestorven. Al 7 jaar lag deze staf op het altaar. En als Servaas in de kerk komt, doet hij een gebed. Dan komt de engel die hem begeleid heeft. Hij neemt de staf van Valentinus van het altaar
en geeft deze aan Servaas. Dit bijzonder teken beslist de keuze. De mensen die erbij zijn en het andere volk dat komt toestromen, zegt: hij moet de nieuwe bisschop zijn. Niet lang daarna, rond het jaar 335, ontvangt hij de bisschopswijding. Servaas bestuurt zijn stad en zijn gebied met veel wijsheid en liefde. Als hij hoort dat Athanasius, de grote bisschop van Alexandrië, door de keizer en door Ariaanse bisschoppen naar Trier wordt verbannen, dan gaat hij daar hem opzoeken. Dus hij spreekt met hem over de leer van de Arianen, namelijk dat die zeggen dat Jezus geen God is, enkel een uitzonderlijk mens, en over wat de ware leer van de kerk is, namelijk dat Jezus waarachtig God en waarachtig mens is. Servatius' ijver voor het waar geloof blinkt vooral uit in de drie concilies waaraan hij deelneemt. Om aan de ketterij van de Arianen een einde te maken, roept paus Julius de Eerste in het jaar 343 een algemene kerkvergadering bijeen in Sardica. Servaas verdedigt er de ware leer en veroordeelt met andere bisschoppen het Arianisme. 3 jaar later moet Servaas optreden tegen de bisschop van Keulen, Eufrates, omdat deze het Arianisme aanhangt. Onder 4 ogen en in het openbaar heeft Servaas hem vermaand, maar hij wil niets daarvan weten. Dan roept Servaas de bisschoppen van Gallië bijeen in Keulen voor een concilie. En daar spreekt Servaas aldus: wat Eufrates, de trouweloze bisschop, gedaan of geleerd heeft, is mij niet door loze geruchten, maar in waarheid bekend. Omdat zijn bisdom aan het mijne grenst, ook heb ik hem dikwijls, zowel in het openbaar als in het geheim, toen hij de godheid van Jezus Christus ontkende, weerstaan. Zelfs in het bijzijn van Athanasius, bisschop van Alexandrië, en zeer vele priesters en diakens. Daarom oordeel ik dat hij voor Christus geen bisschop wezen kan, die met heilig schennende mond Christus durft loochenen, en dat al wie met hem instemt voor geen christen kan gehouden worden. De bisschoppen verklaren Eufrates van zijn bediening vervallen en stellen een ander aan in zijn plaats. Nog een korte tijd later moet Servaas opnieuw naar een concilie, dat van Rimini in Italië. Daar zijn 400 bisschoppen verzameld. Volgens Baronius was hij een van de voornaamste en verdedigt op heldhaftige wijze de ware leer van de kerk. Als Servaas na geruime tijd in zijn stad en zijn bisdom terugkeert, heeft het luxe leven en de weelde bij zijn christenen tot veel zedenbederf geleid, zodat ze zich nog slechter gedragen dan veel heidenen. Servaas treedt met kracht en liefde op tegen de misbruiken, maar het verwende volk luistert niet. En de slechten worden talrijker dan de goeden, zodat zij in het jaar 374 Servaas
de stad uitjagen. Treurend over de verblindheid van zijn christenen in Tongeren, gaat Servaas naar Maastricht. Hij vestigt zich bij de kapel waar Maternus het geloof verkondigd heeft en daar toont God hem de rampen die over Tongeren zullen komen. De woeste Hunnen, een barbaars volk uit het oosten, zal verwoestend door heel Gallië rondgaan en Tongeren zal daaraan zeker niet ontsnappen. Servaas smeekt in vasten en gebed om genade voor de stad, maar hij voelt zijn beden niet verhoord. Nu besluit Servaas een laatste krachtige poging te wagen. Hij gaat op bedevaart naar Rome, naar het graf van Petrus. En daar smeekt hij om genade voor zijn stad en zijn bisdom. Dagen verstrijken, hij bidt en tenslotte krijgt hij een verschijning. Hij ziet een troon in de hemel, omringd door een menigte engelen en heiligen, en daaronder voor de troon neergeknield Petrus en Paulus, die nu eens de majesteit van God, dan weer zijn allerheiligste moeder, om hulp voor het behoud van Gallië inroepen. Terwijl Servaas verbaasd staat over dit gezicht, spreekt Sint Petrus hem toe. Waarom, allerheiligste man, houdt gij zo aan met bidden? Weet dat de Almachtige God in zijn rechtvaardigheid vast besloten heeft dat de Hunnen in Gallië binnenvallen en de steden en sterkten van Europa zullen verwoesten. Dat de stad Tongeren om de zonden van haar inwoners in puinhopen zal verkeren. In die stad zult gij uw graf niet hebben. Hierop geeft Sint Petrus hem een zilveren sleutel, die nu nog steeds in de schatkamer van de Servaaskerk bewaard wordt. Bedroefd, maar getroost Gods wil te kennen, verlaat Servaas Rome. Onderweg terug naar Tongeren komt hij een bende Hunnen tegen en deze nemen hem gevangen. In de gevangenis bij de Hunnen wordt zijn gevangenis omstraald met een licht. En de Hunnen, ze staan helemaal perplex, verbaasd wat dat moet betekenen. En dan vertelt Servaas hun over God en zij laten hem vrij met alles wat hij had bij zich had. Als Servaas terug in Tongeren komt, wordt hij met blijdschap door de stad onthaald. Maar dan vertelt hij hun wat Gods wil is en ze worden bedroefd. Hij neemt alle reliquieën die in de stad in de kerk zijn en vertrekt daarmee naar Maastricht. In het jaar 383 verplaatst hij de bisschoppelijke zetel naar Maastricht. Niet lang daarna echter wordt hij ziek. Hij roept zijn gelovigen samen, geeft hen zijn laatste vermaningen en sterft op Pinkstermaandag 13 mei 384. Op zijn wens wordt hij begraven langs de grote weg bij de kapel welke daar door de heilige Maternus gebouwd was. Bij zijn begrafenis is een grote volksmenigte aanwezig. Al de zieken die erbij zijn, worden genezen. Zelfs engelen verschijnen in zichtbare gedaante en leggen een zijden kleed over het lichaam. Na zijn dood gebeuren er verschillende wonderen.
Als in de winter overal sneeuw ligt, blijft op zijn graf nooit sneeuw liggen. De Maastrichtenaren bouwen al snel een houten kapel boven zijn graf. Pas de 11e opvolger van Servaas, de heilige Monulfus, bouwt een grote stenen kerk boven zijn graf. Hier zien jullie de graftombe waarin hij begraven is. Grote wonderen gebeuren hierbij, schrijft de heilige Gregorius van Tours, een betrouwbaar getuige uit de 6e eeuw. In het jaar 721 dringen de Saracenen binnen in het Frankenrijk. Karel Martel probeert hen tegen te houden, maar dat lukt niet in het begin. Maar op een gegeven 13 mei bidden ze tot Sint Servaas en op die dag behalen ze een schitterende overwinning. Karel Martel laat daarop de kerk van Sint Servaas uitbreiden en een groot baldakijn boven zijn graf zetten met goud en edelstenen. Als Karel de Grote in Maastricht is om Pasen te vieren, is hij in de kerk van Sint Servaas getuige van 4 grote wonderen op zijn graf. Hij is zo verbaasd en enthousiast dat hij zich de hele nacht over de wonderen daar gebeurt laat vertellen. En nu komt het verhaal van keizer Otto de Grote. Hij wil Servaas naar zijn hoofdstad brengen, Quedlinburg, ver in het Duitse Rijk. Hij is de zoon van de heilige Mathilde en hij verkrijgt dat ook daadwerkelijk. De Maastrichtenaren moeten Servaas laten gaan, de tombe wordt op een kar gezet en naar Quedlinburg vervoerd. Maar de Maastrichtenaren proberen natuurlijk Sint Servaas terug te krijgen. Al 3 jaar is Sint Servaas in Quedlinburg. Sommige Maastrichtenaren hebben een plan. Ze zijn rond het feest van Sint Servaas naar Quedlinburg gegaan. De mensen daar vieren een groot feest van verschillende dagen. Op de tweede nacht ligt iedereen in diepe slaap verzonken en nu denken de Maastrichtenaren dat hun uur is gekomen. Ze snijden de klokkentouwen door, nemen de kist en slaan beladen met hun dierbare last de weg naar huis in. Reeds als zij ver weg zijn, ontdekken de Saksers dat de reliquie weg is. En op 7 juni trekt eindelijk de grote heer van Tricht, zo zegt Van Veldeken, zijn eigen woning binnen, onder luide toejuichingen van de gehele stad. Nog later, in het jaar 1330, houden de Dominicanen een grote bijeenkomstvergadering van alle oversten van hun orde in Keulen. Maar ze hebben een vijand. Lodewijk van Beieren heeft een hekel aan de orde en hij stuurt soldaten om hen te doden. Maar op een nacht verschijnt Sint Servaas aan een van de priesters en waarschuwt hen voor het gevaar dat hen bedreigt. Zij geven daar gehoor aan en zij vluchten uit Keulen en naar Maastricht om daar hun bijeenkomst, hun vergadering verder te zetten. Sindsdien wordt het feest van Sint Servaas gevierd bij de Dominicanen. Veel voorname kerken in Europa willen een reliquie van Sint Servaas hebben. Ook te Rome in de Sint-Pieter wordt aan het altaar van de heilige Johannes Chrysostomus een reliquie van de grote bewaarder van het geloof
in onze landen vereerd. In Maastricht is er iedere 7 jaar een plechtige heiligdomsvaart, waarbij de relikwieën van Sint Servaas en anderen in een plechtige processie door de stad gedragen worden. En ook in Tongeren, waar de oudste kerk ter ere van Onze Lieve Vrouw ten noorden van de Alpen staat, wordt elke 7 jaar een Maria-processie gehouden, waar zeker evenveel mensen komen kijken. Laten wij deze grote heilige, die vroeger in geheel Europa vereerd werd, navolgen en bidden dat hij het geloof in onze landen bewaart. Heilige Servatius, bid voor ons.